Hey allemaal! Hallo dames en heren, op Peter Tech. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video met mijn Steve Tieber. Ja, vandaag heb ik weer een nieuwe top 10 voor jullie klaarstaan. En deze is, hoe kan het ook anders, met België Rode Duivels. Ja, het was gisteren voetbal, dus ik dacht ik ga weer een keer een top 10 opnemen. Hier is speciaal voor jullie 10 soorten supporters. Zo, bijna. En nu Onana. Het is een zware rechter. Ja, ben dood in Minecraft. Let's go! En wat is hier nu de bedoeling van dit spelletje? Dat ze de bal moeten trappen. Dat is de finale, hè? Ja. Ja, kijk, ik ben ook in Toulouse en zo. Blaadje, ja. Welke soort voetbal? Ja, dat is Belgische vlag. En is de bedoeling dat ze tussen die palen gaan dan? Ja. Maar ja, ik heb nog nooit voetbal gezien. Ja, dit is wel de finale, hè? Allee, kom aan. Die zijn blauw, de Rode Duivels. Ah, nee. Oké. Allee, kom aan, hè? Kom aan, hè? Ja, hopelijk gaan we winnen in de finale, hè. Amai, dat is saai. Gaat dat nog langer duren? En kijk, ze doen zelf niks. Oh, dat is zo saai. Gaat Kevin De Bruyne een geweldig schop geven. Hopelijk zit hij erin voor onze Rode Duivels. En Lukaku. En nee. Als. Ja, nee. Hij zit er niet in. Heel erg kant van onze Rode Duivels. Hopelijk scoren we een welpen. En ja, zoals we zagen, zit hij er helaas niet in. Ja, heel erg. Alleen een pas. Alleen pas. Maar allee, een kind van 4 kan het nog beter. Maar allee, kom maar rond de duivels, allee. Maar allee, stap, schop direct, maar allee, een kind van 2 kan het beter. Ja, kom maar, score een keer. Oh, jongens. Pas. Allee, zit er nu niet in. Allee. Ja. Vraag van deze video. Kijk jij graag voetbal? Laat het zeker weten in de reacties. En natuurlijk, je krijgt een hartje. Ofwel, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ah, jullie weten het alweer. Als jullie zich afvragen wat mij supporter, wat ik soort supporter ben, is ik let niet op supporter. hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet, als je nog niet geabonneerd bent op TV Tieber, doe het dan zeker even. We zitten nu aan zoveel abonnees. We gaan ja, toch redelijk hard. Echt waar, iedereen, dank jullie wel al voor dit aantal. En ja, bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd, later! Zoals altijd later.